Dit is De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. Ja en nee. Ja, eigenlijk wel ja. Grappig dat je dat wel zegt. Ik probeer hem niet aan te raken, nee. Nee, ik vind het... Ik sta soms tegenaan zo te leunen. Maar voor de rest eigenlijk raak ik hem nooit aan. Nee. Ja, leuke vraag eigenlijk wel. Ja. Ja. Maar ja, wat doe je eraan? Meestal als ik met openbaar vervoer heb gereisd, dan... het enige wat je kan doen is je handen wassen. Dus dat doe ik dan ook bij de eerstvolgende gelegenheid. Nou, nee, eigenlijk let ik daar niet zo op. Ik ga wel vaak met de metro, maar daar heb ik eigenlijk niet zoveel last van. Dus dan is de deur klinken, alles is standaard. Dat is het ook met winkels en dingen. Nou, ik vind eigenlijk wel dat de metro's hier netjes zijn. In Rotterdam en Schiedam. Dus dat vind ik niet lastig. Want ik ken bij alles wel. Met winkelwagentjes, wat je beetpak. Eigenlijk overal zitten natuurlijk bacteriën op. Ik heb zelf een ICD aan mijn hart, dus ik weet het. Maar ja, dan ken je eigenlijk geen één openbaar ding meer in. Dus ik vind dat dat wel goed is in Nederland. Behalve de openbare toiletten. Dat die er niet zijn. Dat vind ik, net zoals je naar Duitsland gaat of zo. Dan kun je gewoon een supermarkt naar de toilet en dingen. En net zoals hier in Bas met kinderen. Dat vind ik heel slecht geregeld hier zo. Ik zou bij God niet weten als ik hier even naar het toilet moet in een passage. Waar moet je dan heen? Je bent dan geneigd om toch naar een café of wat gaan drinken. En dat vind ik wel slecht geregeld. Heeft u er nog nooit van last gehad dat u bijvoorbeeld in een metro gaat staan en dat u ineens die stang voelt dat het heel zo'n vettige stang is? Ja, met vette wel. Sommige mensen kunnen eten, patat eten of zo, gewoon smeren. Maar normaal hebben toch al regel, mag niet eten. Maar mensen gewoon doen. En ik durf ook niet te zeggen, hey, mag niet eten, dan is mensen boos. Ja, ik heb dat wel vaak gehad, ja. Maar ik heb vaak ook handschoenen of wat dan ook. Dus ik doe eigenlijk altijd gewoon zo. En als ik hem wel aanraak, dan ik ga er ook niet dood van, dus op zich maakt dat niet uit. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk raak ik het ook niet aan, want ik zit. Dus ja, ik kijk waar een plekje vrij is en ik ga gewoon zitten. Dus ik heb het wel niet. Ik ga ook eigenlijk niet met de drukte, met de metro. Ik probeer dat zoveel mogelijk te vermijden. Nee, ik vind dat... dat heb ik eigenlijk nog nooit eigenlijk opgelet of over nagedacht. Daar heb ik geen last van. Denkt u wel dat de RET er wat meer aan zou kunnen doen om het schoon te houden? Of beter hygiënisch? Ik denk wel dat ze dat zouden kunnen doen. Maar ik denk niet dat het heel veel nut heeft. Want dan gaan we het hebben over de roltrappen, over de winkelwagentjes. Alles wat iedereen vasthoudt, zeg maar. Wat veel gebruikt wordt. Ik denk dat het ook niet nodig is, eerlijk gezegd. Ik vind het ook vies, maar en natuurlijk was ik ook behandeld, maar ik denk niet dat het echt nodig is. Ik denk dat we daar wel tegen bestand zijn, zeg maar. Ik denk niet dat er iets aan gedaan kan worden, omdat het gewoon van ijzer is en iedereen zit daar aan. Maar je zou bijvoorbeeld, hygiëne is sowieso moeilijk voor in de metro, denk ik. Dus ik denk dat het is dat je misschien van die soort van... palen zou kunnen maken waar je tegenaan kan staan. Dat niemand met zijn blote handen eraan zit, maar dat je er gewoon aan tegenaan kan staan. Dat zou ik dan doen. Maar ik weet het niet.